Hallo, mijn naam is Stijn van Bree van Stijn's Slaapstudio. Ik wil jullie graag wat meer laten zien over het onderhoud van een waterbed. Het is altijd heel belangrijk om een waterbed goed te onderhouden in verband met voorkoming van luchtvorming, maar ook van bacterievorming. Enerzijds is het belangrijk om regelmatig het waterbed te ontluchten door middel van een ontluchtingspompje. Het is dan een kwestie van de dop eraf draaien, binnendop eraf. Je draait op een gegeven moment het ontluchtingspompje op de dop en je zorgt ervoor dat je hem daarmee goed afsluit. Vervolgens pak je het vinyl op en wrijf je het lucht naar dit punt toe. Uiteindelijk pak je hem hier omhoog en trek je dus zo het lucht eruit. Totdat je het water in de tuit ziet staan en dan stop je met het lucht eruit halen, want dan is er al het lucht uit. Zit het water hierin, kan het ontluchtingspompje losgehaald worden. En vervolgens kan ook de conditioner, het anti-algen spul, bij het water toegevoegd worden. Dit zorgt ervoor dat er minder lucht kan ontstaan en zorgt er ook voor dat er geen bacterievorming kan ontstaan. Vervolgens duw je naar beneden, binnendopje erop, buitendopje erop en altijd weer voorzichtig erin duwen, want een dop is altijd vrij kwetsbaar. Nou, als laatste is het nog belangrijk om regelmatig het vinyl in te sprayen en met een doek uitwrijven, zodat het vinyl ook lekker soepel blijft en daardoor ook langer meegaat en minder snel problemen zal geven.